Yo, kijkers van Bomber Games, en dit is weer een nieuwe server-update. Het is lang geleden dat ik deze video, dat ik weer een server-update heb opgenomen. Maar ik heb aardig wat updates voor jullie. Om te beginnen, zijn bijvoorbeeld Yacht / Hub eruit gehaald, de heel veel begin zijn uitgehaald. Ik heb een beetje alles veranderd. Het eerste ding is dat Hub eruit is, dus gewoon dat. Waarom kan ik dit niet weghalen? Ik kan niks weghalen. Ik denk dat ik in CS Game Mode Survival. Ik kan niks weghalen. Ach, ja. Nee, ten eerste is... Ik werk met groep manager, dus alle groeps die je had. Want ik ben eigenaar. En dat soort dingen zijn allemaal aangepast. Ik ben overgeschakeld naar Permissions X. Dat is gewoon dat het beter werkt. Dus nu zijn er ook dingen uit, bijvoorbeeld PvP in de Survive stond aan op de een of andere buggy manier. Maar die staan nu ook bijvoorbeeld uit en al dat soort dingen zijn gefixt. Het tweede is, en dat is best wel een grote update voor de server en ook wel fijn. Het kost veel tijd, maar het werkt. Oh, ik weet al wat de bug is. Ik had net volgens, ik heb steeds op de een of andere manier. Start stream staat op de een of andere manier. 1, doe ik F6, kan nu wel. Ja. Nee, maar net op een gegeven moment, ik druk even op F5, want hier. Zo. Maar per ongeluk op F6 en toen startte die stream. Dat wou ik even weg, daarom stopte hij op 1 waarschijnlijk. Verder hebben wij een nieuwe banner. Die kan je nu gewoon zien. En we hebben ook van hem de twee poppetjes die ervoor zijn gebruikt. Die hebben wij nu zelf ook. En dan heb ik nu nog een andere update en dat is slash Dine Map. En zoals je ziet, het is nu een Dynamap of Dynamic Map in de server. Dat gaan we gebruiken voor een paar dingen. En ik ga nu even overschakelen naar de Dynamap toe. En ik zal dan ook uitleggen hoe jullie dat gaan kunnen krijgen. Dus dan zie ik jullie zo als ik bij de Dynamap ben. Kijkers, hier ben ik weer. Ik zit hier nu, zoals je ziet, op de Dynamap. Hierboven staat het ringtje, maar die krijg ik hier niet zien. Ik zal het even weg editen. En zoals je ziet, zit ik nu op de Dynamap. Dit is de wereld. En hier aan de zijkant zie je dit. Ik zal het zo doen. Nou, zie je, hier is de wereld. Dit is de wereld die, waar in principe de echte hoofdwereld was. Met de factions. Dit is de spawn. En dan heb je hier nog doel. En dan zitten wij in principe, als je het wil weten, zitten wij hier. En zo, als ik helemaal uitzoom, dan zie je boven hier trouwens dag. Hiermee kan je inzoomen en uitzoomen. Hier kan je marks zien. Kan je kijken of er bijvoorbeeld marks die uitzet, zie ik geen spawn. Zie je hier geen spawn. Zet ik ze aan, zie je wel weer spawn. En zoals je ziet is er aardig wat verkend al op deze wereld. Het is een aardig grote wereld aan het worden al. En kijk. In principe, hier is de spawn. En als je hier gaat, krijg je dit te zien. Zie je maptypes. De world, dat is deze wereld. Ga je naar deze toe. Heb je een 3D view, zou ik maar zeggen. Van de zijkant. In principe diepte. Gewoon 3D. En deze is een cave systeem. Dan zie je overal waar de caves zitten. En het zit daar. Voor mij zit daar iets goeds ofzo. Ja, ik weet niet. Nou, je kan het case vinden als makkelijk misschien op de cave. Als je case zoekt. Ga je naar World Nether. Niks. World The End. Helemaal niks. Kingdom is een wereld waar we mee bezig zijn. Het wordt niet de Kingdom zoals dus de Avid Games. Maar dan gaan we een ander project doen. In principe met hetzelfde stijl. Maar dan een heel ander type. Survival en Spawn. Ik ga deze wereld niet raden. Want het kost extreem zwaar voor server. Ik houd gewoon de world. Deze wereld. Waarmee je kan zien dat je het doet. Misschien gaan we binnenkort er een nieuwe map in zetten. Gewoon. En dat het fijner is dat we met large biomes gaan werken. Zodat het niet allemaal. Hier, wat is dit? Het is weer een biome. En dan heb je hier een kleintje ertussen. En dan zit hier weer. En dan zit daar een klein biomepje ertussen. En dan komt dit weer. En dan is het ook iemand. Oh, nou. Zoals je ziet kan je hier dus alle dingen zien. Als er mensen online zijn. Als je hier hebt, kan je hier. Komt er hier een lijst te staan. Als je daar op klikt. Dan ga je naar de persoon toe. En via de. Weet het. En dan kan je hier zo. Hoi. Hij pakt dan, je zoekt dan je IP-adres. En als je bijvoorbeeld in de server zit. Ik heet dan, hij weet dat nu dat ik Bomber Gaming ben. Maar dan ben jij bijvoorbeeld metselaar, zou ik maar zeggen, als Maxime. Dan zal er bij hem voor staan. Voor zijn naam. Metselaar staan. En dan daarachter het chat. Want daar zoek je IP van die je van Microsoft gebruikt. Maar dat was voor deze episode. Ik ga instellen ook voor de Dynamap dat je via dat je niet vanaf buitenaf erin kan. Alleen als je met server zit.
moet je je registreren voor de Dime Map. En dat kan ik dan volgen wie er geregistreerd zijn. En als je dat niet bent, kan je hier niet op. En wat is dit? Iets randoms in de C. Zoals je ziet, zijn er nog sommige gebieden echt helemaal niet ontdekt. Het kan, gaat echt rustachtig ver door. Dit zijn 32.000. En de andere kant is min 10.000. Dus daar, de map is echt rustachtig. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te favoren, te abonneren. Ons te volgen op Twitter. @BormerGaming. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe server update. Later.